TV-presentatrice Marielle Bastiaans uit Breda heeft heel even in de cel gezeten in Monaco. Ze is daar voor opnames voor het RTL-programma Life is Beautiful. Maar ineens werd ze met haar team opgepakt door de politie. Ik heb haar aan de lijn. Goedemorgen, Marielle. Goedemorgen. Ja, wat ging er nou mis? Eigenlijk ging er niks mis naar ons idee. Want we waren gewoon lekker heel dag al aan het filmen. En in één keer kwam een politieagent naar ons toe. Die zei van, ja, jullie mogen niet filmen. Want dan zit je, ja, maar we zijn gewoon op straat aan het filmen en we doen geen rare dingen. Maar dat liep een beetje uit de hand. En die had echt gezegd, jullie moeten gewoon echt nu meekomen. Dus we werden echt naar het droog. We moesten met hem naar het droog. En toen kwam je uiteindelijk ook in de cel terecht? Nou ja, niet echt in de cel, maar we hebben daar wel meer dan een uur vastgezeten. Tenminste, dat we daar echt zaten met heel veel politieagenten en werden ondervraagd. En we moesten al onze gegevens hebben, we moesten alle beelden wissen. Het was geen fijne situatie, kan ik zeggen. Nee, want je had een vergunning moeten hebben, begrijp ik. Ja. En die vergunning hebben we nu, dus dat was ook helemaal geen probleem. En onze cameraman Nicolai, die was zo slim om te zeggen, nou, ik laat de camera hier, we gaan een vergunning aanvragen en dan komen we daarna de beelden weer halen. Ja, die mannen waren niet echt om mee te praten, zullen we maar zeggen. Nee, was het ook angstig? Was het echt vervelend? Of was je nou, op een gegeven moment, Michael Bakker, de producent, we moesten allemaal onze ouders, de namen zeggen van onze ouders. Maar dan ziet hij, ja, waarom? En hij zei, ja, maar mijn ouders zijn al heel lang dood. En toch moest hij dan de namen gaan geven, want ze wilden de ouders bellen. Maar hij zei, ja, maar mijn ouders leven niet meer. Weet je, ik zag echt gewoon ook een beetje emotie in zijn ogen van ja, luister eens, come on, wat is dit? Een ongemakkelijke situatie, als ik jou zo hoor, ja. Ja, ja vandaag dus weer verder, dat wel? Ja, ja, en de zon schijnt nu vandaag, dus weet je, het was heel vervelend, maar we zijn allemaal nog gelukkig en gezond. En we gaan weer leuke opnames maken, dus het is een hele beleving, zullen we maar zeggen. En de volgende keer gewoon op tijd een vergunning aanvragen. Dankjewel, Marielle. Ja, en die hebben we nu, hè? Ja, dankjewel. Succes.